wil jij wel een frezentafel, maar niet heel veel ruimte daaraan kwijt zijn omdat je een kleine werkplaats hebt, dan is deze video voor jou. Ik wil dat mijn werkplaats flexibel is en dat ik snel kan wisselen tussen verschillende opstellingen van tools. Dus ik wil niet eerst een kwartier bezig zijn om mijn frezentafel klaar te zetten. En bij de vorige had ik dan ook gedaan dat je met twee staven deze zo in kon schuiven. Dat is erg goed bevallen. Het heeft eigenlijk geen problemen opgeleverd. Dus dat gaan we nu gewoon weer doen. En op die manier kan je dus heel snel wisselen. En binnen 3 minuten had ik mijn frezentafel aan de tafel hangen. Bovenfrees erin, klaar om te frezen. Dus, en het leuke van dit project is dat je hem helemaal uit 1/4 plaat multiplex kan halen. 9 mm is dit en daar hou je nog van over. Dus het is helemaal niet zo'n duur project. Ik ga beginnen om eerst één rand van 40 cm te zagen. En die 40 cm op zich is niet zo belangrijk, maar het is wel heel belangrijk dat al je onderdelen exact dezelfde maat zijn. Dus ik heb het zo bedacht dat je dat gewoon eerst 1 reep van 40 cm kan zagen. Als je die recht zaagt, zit je daarna helemaal goed. En de andere lengtes is ook wel mooi als die gelijk zijn, maar dat maakt voor de functie niet uit. Op het blad teken ik als eerste in het midden een kruis. Hierop kan ik vervolgens de bovenfrees uitlijnen. Met de bovenfrees precies in het midden teken ik met een potlood de contour af, zodat ik die op de lintzaag kan uitzagen. Mocht je nou geen lintzaag hebben, dan kan dit ook prima met een decoupeerzaag natuurlijk. Dan gaan we de bovenfrees hierin vastzetten met 2 stukjes rondstaf, as, maar ook. En die gaan we hier in het hout maken. En die moeten tot iets verder komen omdat de bovenfrees lang is. Ik hoef er niet helemaal tot voorin. Ik heb nu gewoon een langstuk rondstap waar ik een paar stukjes vanaf ga zagen. Ik kan deze zaag gewoon niet pakken zonder dat te doen. Net als je een boormachine niet kan pakken zonder even dat te doen. Nu het allermakkelijkste om de assen gewoon in je bovenfrees te doen. Vast te zetten en ze dan af te tekenen. Dan weet je op die manier zeker dat ze gewoon goed zitten. En hoef je niet te gaan zitten meten met de onnauwkeurigheid die daarbij komt kijken. Ik heb ze voornamelijk hier bovenin afgetekend. Want deze staat er schuin in. En hij loopt een beetje taps toe. Dus weet ik in ieder geval waar hij ongeveer zit. Wat hier heel belangrijk is, is dat je deze sleuven op de goede diepte maakt. Want maak je ze te ondiep, dan zit de bovenfrees eigenlijk te ver van je hout af. En dan gaat hij gewoon, hangt hij een beetje zwevend, hangt hij niet stevig. Maak je hem daarentegen te diep, dan krijg je hem niet helemaal tot het eind, want dat past niet. Dus, nu is het een kwestie van deze maat opmeten, van de voet hier tot de rondstaf. En dan ga je ietsje dieper zitten, niet heel veel, geen 0,5 mm, maar een heel klein beetje. Op die manier druk je hem mooi strak als je hem erin drukt. Ik kom op 5,7 uit, dus ik ga zorgen dat mijn groeven 5,5 mm tot dit oppervlakte hebben. Dan is die dus ietsje minder en druk je hem lekker strak erin. Die groeven die ga ik erin maken met de bovenfrees. Heb je nou geen bovenfrees en wil je die ook niet kopen voor dit project, dan kan dat natuurlijk ook met een invalzaag of misschien zelfs met een bijtertje. Deze passen erin en het leuke is dat we nu deze kunnen gebruiken om de diepte in te stellen voor de volgende. Namelijk, hij moet iets minder zijn dan deze diepte, zodat hij lekker klemt. Zo, dit is hoe we het gaan doen. En zoals je ziet hebben we nu een heel klein spleetje onder de bovenfrees. Oftewel, we gaan iets minder diep frezen. Als je nou heel veel met frezen doet of je werkplaats wil verbeteren, kijk dan vooral ook even in mijn store. Want in mijn store heb ik nog meer projecten zoals deze om je werkplaats te verbeteren. Ik heb bouwhandleidingen voor deze werkbank. Ik heb de bouwhandleiding natuurlijk voor deze freestafel. En nog veel meer. En ik heb ook een aantal producten, waaronder bijvoorbeeld deze cirkeltool. En zoals de naam al zegt, kan je deze gebruiken om cirkels te frezen met je bovenfrees. Dus hier staan alle maten. Simpelweg pinnetje in het centergat. Rondje draaien. En je hebt een cirkel. Super handig. Kijk even de link in de beschrijving. Om deze platen goed met elkaar te verlijmen, smeer ik het hele vlak in met een laag houtlijm. Gewichtje erop. En nu even laten drogen. In principe zitten de stangen al redelijk goed vast onder klemming tussen de twee platen. Maar ik wil er zeker van zijn dat ze er niet uitkomen als ik net aan het frezen ben.
Want dat lijkt me heel vervelend. Dus ik doe er ook nog een laagje kit tussen. Op die manier weet ik zeker dat ze muur en muur vastzitten. De assen lijn ik er vervolgens in terwijl ze vastzitten in de voet van mijn bovenfrees. Dit doe ik zodat ik zeker weet dat ze nog steeds uitlijnen met de gaten die daarin zitten. Het zou net zonde zijn als ze toch een beetje scheef zitten en je niet elke keer je bovenfrees eenvoudig kan plaatsen. Is het tijd om de aanslag te maken. En dat gaan we maken met de drie houtjes die we nog over hadden. Dus het grote houtje komt hierop. Met de rug waar je dan zo tegenaan vreest uiteindelijk zo. En je ziet het al, wat we nog moeten doen is hier een uitsparing maken. Zodat hij ook daadwerkelijk over de frees heen kan. En dat we er echt langs kunnen frezen. Deze hier aan het maken bent, zorg er dan wel voor dat je deze houtjes hier, dat die natuurlijk niet uitsteken ten opzichte van het echte achterpaneel. Want als dat zo is, dan kom je daar steeds met je materiaal tegenaan. Dat wil je niet, dus die moeten wat korter zijn. Het kan ook zijn dat als je deze gemaakt hebt, dat je hem hier, of deze zijkant iets moet schuren, omdat hij te stroef loopt. In mijn geval loopt hij nu nog precies goed. Het kan zijn met de lak dat het straks wat minder wordt, gaan we dan zien. Mocht je hem dan gelakt hebben en hij loopt nog steeds stroef, maar het past wel, doe er dan wat kaarsvet tussen, dan gaat hij een stuk beter. Dan, volgende stap, we moeten hem nog vast kunnen zetten, de fence. En dat gaan we doen door hier in twee gaten te boren. En die gaan we vervolgens gaan we daar sleuven van maken in het onderpaneel. De vorige freestafel had ik verder niet afgewerkt en dan merkte ik dat die best wel snel vies werd door de verschillende materialen erop. Dus ik heb ervoor gekozen om deze te voorzien van twee lagen blanke lak. Maakt hem ook wat sterker, ziet hij er wat beter uit en blijft hij langer mooi. En ik gebruik hiervoor pakketlak. Pakketlak is immers bedacht om overheen te lopen, dus dan moet het voor zo'n freestafeltje ook wel goed zijn. Ik heb hem een paar laagjes lak gegeven en nu hebben we hier dus de aanslag en de basisplaat. En die kunnen we nu in elkaar gaan zetten. En dat ga ik weer doen met deze handige eccentric klemmen. En elke keer dat ik deze gebruik in een project, krijg ik heel veel vragen over waar zijn ze te kopen, hoe heten ze. Nou, ze heten dus eccentric klemmen. Maar het ding is, ze zijn niet zo makkelijk te vinden. Zeker niet in kleine aantallen. Dus, ik heb een zootje gekocht. Mocht jij ze willen kopen, kijk dan even op mijn webshop. Daar heb ik ze nu voor M5 en M6. Maar er komt nog meer. Dus, eccentric klemmen, ze staan in mijn webshop. Als je ze nodig hebt. En het handige van deze klemmen is dus dat je simpelweg dit hoeft te doen en het zit vast. En dat en het zit weer los. Je hoeft niet te gaan draaien, want als je dit natuurlijk precies hebt afgesteld en je gaat hier aan draaien, ja, dan gaat hij ook weer bewegen. Dat wil je niet. Net als met de vorige freestafel die ik gemaakt heb, wil ik deze hier zo op aan deze werkbank kunnen bevestigen. En om dat te kunnen doen, heb ik toen ik deze werkbank bouwde, al hier deze sleuven ingemaakt. Nou snap ik dat niet iedereen deze werkbank heeft en dus die groeven kan gebruiken. Dus er komt ook de optie met twee gaten hier dat je hem kan vastklemmen met twee lijmklemmen gewoon op elke willekeurige werkbank. Net even iets universeler. Maar mocht je nou wel deze werkbank willen maken, ook hiervan staat een bouwhandleiding op mijn website dat je dat dus zelf kan bouwen. Wat we dan niet moeten vergeten natuurlijk is om er een stofzuigeraansluiting op te zetten. Ik heb dit dingetje geprint. Die kan ik hier gewoon zo inlijmen. Past de stofzuiger precies op. Als je dat nou niet hebt, kan je ook met vier houtjes kan je dat heel simpel doen. Lijkt dit jou nou handig voor jouw werkplaats? Kijk dan even in mijn website, want daar heb ik de volledige bouwhandleiding op staan. En daar heb ik nog veel meer dingen staan die voor jou als maker handig zijn om tijd te besparen. Zoals bijvoorbeeld deze tool om cirkels te kunnen frezen, maar ook, zoals ik zei, die werkbank. Ik heb de gewone werkbank. Kortom, er is nog veel meer. Dus ga even kijken.